Konrad wilde dat we iets extremers gingen bouwen. Iedereen moet het eigenlijk een keer gebouwd hebben. Dus wij dachten... een aardappelkanon. Het idee van een aardappelkanon is eigenlijk heel makkelijk. Je hebt gewoon bij een normaal kanon ook een loop, een verbrandingskamer, ontstekingsmechanisme en iets wat je verbrandt. In dit geval een gastoevoer. Stop er een aardappel in, gas erin, ontsteken, bam, aardappelkanon. Maar en Willem, hoe kom je aan al die onderdelen? Nou, we hebben eigenlijk gewoon een rondje gereden hier. We zijn begonnen bij de bouwmarkt. Daar hebben we alle PVC gehaald. Mooi even wat stukjes bij elkaar halen. Een pijp van 5 centimeter doorsnee, want daar passen aardappels goed in van ongeveer een meter. En dan een verbrandingskamer met rond de 10, 12 centimeter in doorsnee. En totale lengte iets van een halve meter. En dan heb je de goede verhouding. Daarna zijn we doorgereden naar de blokker. Daar hebben we een soort van taser unit gehaald voor, om je gasfornuis mee aan te steken. Langs de autogarage hebben ze ons een oude bougie gegeven die ze niet meer gebruikten. Dus daar hoeft er ook niks voor te betalen. Die solenoid kreppen die komen van een webwinkel. En al het koper wat ertussen zit, zijn we voor naar een speciaalzaak geweest. En die hebben ons heel lief geholpen om alle stukjes aan elkaar te zetten. Met heel veel 100.000 verloopjes. Dus het is eigenlijk gewoon een klein rondje rijden en je hebt alle onderdelen voor je aardappelkanon heb je bij elkaar. En ik vergeet nog één ding. Het belangrijkste, de brandstof. We zijn eerst begonnen met de klassieke dingen, met haarspray of remreiniger. Je kunt ook deodorant gebruiken. Nou, dat werkte voor ons niet heel goed. Dus we hadden ook meteen, ons eerste idee was ook gewoon om hem wat extremer te maken. Dus we hebben butaan gekocht. Maar bij de Action voor een euro, dus ook heel goedkoop. En het is heel powerful, maar ook tegelijkertijd heel veilig. En het past goed in ons systeem wat we bedacht hadden. Daarbij hebben we ook een verbrander voor onkruid gekocht. Want dan, daar konden we de koppeling uitslopen. En die kan dan met een slang aan ons solenoid systeem. En dan hebben we een volledig geautomatiseerd ladend aardappelkanon. Marol, wat was, ik ben het even vergeten, maar wat was ons idee hier ook alweer voor? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Normaal doen mensen meestal haarlak hier inspuiten, direct in de kamer. Dan weet je alleen niet precies hoeveel je erin krijgt. Eén keer is te veel, andere keer is te weinig. Dat kan dus gevaarlijk zijn of hij schiet helemaal niet. Ons idee was om een tussenkamer te maken tussen de bus en de verbrandingskamer, die je telkens vult. Je weet hoe groot die is, je weet hoeveel druk erin zit, je weet precies hoeveel gas erin zit. Dus wat je eerst doet is, je laat het gas lopen via deze klep in de kamer. Als je dan genoeg gas hebt, zet je deze weer dicht. Heb je hier genoeg gas, als je dan wil gaan schieten, doe je deze open. Dan wordt in één keer heel dat patroon geleegd in de verbrandingskamer. Dan weet je dus precies hoeveel gas je hebt, heb je altijd dezelfde verbranding. Zoals jullie hebben gezien, deed deze klepper niet heel goed. Dat gaat nog verbeterd worden in de volgende versie. Dus like, subscribe, share, houd in de gaten. We komen met een verbeterde versie. En als jullie nog suggesties hebben om hem te verbeteren, willen we het heel graag horen. Ook als jullie zelf zo'n ding hebben gebouwd. Ja, als hij verder schiet dan die van ons, dan willen we hem zeker zien. Als je hem nog niet hebt gebouwd, gewoon doen. Het, is niet, het kost niet veel tijd, het kost niet veel geld. En je hebt er alleen maar plezier van. Precies. Tot de volgende keer. Yo. Even dat hele goede geluid erbij. Wat? Wat wil je nou doen? Gewoon even met Photoshop. Even met Photoshop, oké. Gaan we verder.